Alle slangen van de groepen van de vloerverwarming liggen erin. Klik hier voor het linkje, voor mijn video. Het is tijd voor de verdeler. En de verdeler is eigenlijk gewoon het knooppunt waar alle slangen samenkomen. Warm water erin, koele water komt terug vanwege de afgifte aan de vloer. Dan heb je een aantal keuzes die je moet maken bij een verdeler. Natuurlijk moet je het aantal groepen ondersteunen. Misschien wil je flowmeters erin hebben, iets met domotica die aparte groepen kan sturen. Misschien wil je gaan koelen met de vloer, dan moet je een kunststofverdeler hebben en geen RVS. Nou, dat soort vragen, daarmee kun je terecht op vloerverwarmingzelfleggen.nl. Daar vind je een hele hoop antwoorden daarop. Ik heb een grote houten plaat aangelegd, of aangemonteerd, waarop ik de verdeler ga monteren. Dat moet een stevige ondergrond zijn, want er komen behoorlijk wat krachten op te staan. Dus laten we snel gaan kijken in deze video hoe ik dat ga doen. De verdeler die hang je ongeveer op 40 centimeter boven je vloer. Zou de rekening mee als er nog wat gestort moet worden. Ik hang hem ongeveer tussen de 40 en de 50. Iets hoger denk ik, voor iets meer gemak. En ik heb de lengtes. Je houdt er eerst even je waterpas of je lasertje overheen dat die waterpas hangt. Tekent hem af waar de schroeven, pluggen moeten komen. En dan hang je hem op zijn plek. En daarna ga je de slangen één voor één aansluiten. Houd er wel even rekening mee dat de aanvoer rood achter de koude retour komt. Oh, wat je van tevoren ook even moet doen is de aan- en afvoer van elke groep eventjes bij elkaar zoeken. Dus ook een stickertje even markeren. Dat je precies weet welke bij elkaar horen. Dat je niet straks verkeerde aan- en afvoer dergelijke door elkaar gaat halen. Want dan krijg je straks echt last van met je vloerverwarming. Om dan na toch te gaan zitten corrigeren, dat is niet te doen. Dus even labelen. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om je verdeler en de slangen op elkaar aan te sluiten. Wat je kunt doen is eerst de verdeler ophangen. Dan eerst hierachter de warme toevoerslang afknippen, monteren en dan pas je slangen gaan leggen. En dan kom je terug met koud. Dan heb je hier alle vrijheid om hieronder in te steken, omdat je dan achter in principe niet meer goed bij kan. Wat ik doe is ik hang eerst de hele verdeler op. Dan haal ik met deze schroeven even de blauwe afvoer, de retour, die haal ik eraf. Zodat ik alle warm aanvoerslangen mooi aan kan sluiten. Heb ik er alle ruimte voor. En als die zit, dan zet ik de blauwe weer terug. En dan sluit ik de afvoeren weer terug aan de blauwe unit. Ik heb nu de verdeler opgehangen en ik heb de blauwe retour unit eraf gehaald, zodat ik nu de aanvoer kan gaan aansluiten, dus de buis erbij kan sluiten. Om die buis aan te sluiten moet je eerst de connector zeg maar, opzetten. Allereerst het beschermdopje eraf. Als het goed is heb je bijgeleverd gekregen een wachtel, een klemring en een tule. Wat je eerst doet is de wachtel. Die schuif je over de buis heen. Dan zet je de klemring, die schuif je eroverheen. En dan de tule. Daar zitten ribbeltjes op en die schuif je dus zeg maar in je buis, nadat je hem natuurlijk hebt afgeknipt. Dan schuif je de knelring er tegenaan. En de wachtel die komt dan direct, die draai je aan op de verdeler. En die drukt eigenlijk die knelring tegen die tule aan. Dusdanig eromheen dat hij helemaal vast komt te zitten. Dus alles klemt dan. En het rubberen ringetje komt dan in de verdeler te zitten. En die draai je dus met de wachtel vast. Voordat je gaat afmeten moet je eerst even de beugels, de geforceerde 90 graden beugels, monteren. Dus daar waar daadwerkelijk je slang vanuit de vloer omhoog gaat naar de verdeler toe, zet je dus deze hoek op. En die klik je eigenlijk gewoon op je slang en dan buig je hem en dan klik je hem erin. En dan heb je een mooie 90 graden klem, zeg maar. En dan pas meet je hem af bij je verdeler.
Zorg dat je leiding goed op de grond zit en in de hoek wordt gedrukt met die houder. En daarna gaan we de aanvoer aansluiten. Die meet je even goed af. Tot daar komt hij en dan knippen we hem hier zo af. Zodat hij precies hier zo past. En dan sluit je dus de wachtel en de klem en de tulle aan en draai hem aan. Eerst de wachtel, de klemring en de tulle. Zo, eerst handvast en daarna kun je hem met een tang zelf aandraaien. Als je de buis op lengte maakt, moet je even oppassen dat er geen braampjes aan de binnenkant zitten. Want die gaan er namelijk in je leidingen zitten en het geeft troep en dat wil je gewoon niet. Als je dat zaagt, dan heb je dat gauw als je hem knipt met een mooie kniptang, dan heb je daar geen last van. Wil je nou ook zo'n kniptang hebben en je bestelt bij vloerverwarmingzelfleggen.nl, voer dan even de code in zelf een huis bouwen en dan krijg je deze kniptang te waarde van €20 helemaal gratis. Dus zeker de moeite waard. Zo, die zit. De laatste slang zit er nu aan. Ik heb alles netjes met de geforceerde bochtjes hier zo onderaan gemonteerd. Aanvoer, afvoer. Volgende stap is het afpersen van het hele systeem. Dat betekent dat er water in de slangen komt, ontlucht wordt en daarna waterdrukte wordt opgezet. En dan kijken of er dus geen drukverlies is. En als er geen drukverlies is, dan is hij dus waterdicht. En dat controleer je natuurlijk voordat de vloer erop gaat, dus het beton wordt gestort. Je wilt natuurlijk van tevoren weten of er ergens een lek zit. Komt, nagenoeg nooit voor. Twee hele flexibele en sterke slangen. 5 laags, geloof ik. Dus dat komt wel goed. Deze openingen zijn voor de toevoer en afvoer naar de warmtepomp straks. Er is bij de totale set ook een vul slangset geleverd. Daar heb je zeg maar de bekende slangaansluiting en dergelijke. Die kun je hier op de afsluiters tijdelijk draaien. En dan klik je dan, net als bij je Gardena set, klik je die erop. Wacht even, ik denk dat er hier zit een ander setje op. Nou, deze natuurlijk. Ja, net als met je tuinslang. Doe je dat en die klik je dan weer hierin. En dan kun je hem dus op de kraan aansluiten om af te persen. Ik laat dat doen. Ook weer door Bert. Waar ik de haspel van heb geleend. Die komt hem afpersen. Hij heeft er ervaring mee. Dus ik laat dat risico en de ervaring graag bij iemand die daar professioneel mee omgaat. Voor een stukje extra zekerheid. Dus dat is de volgende stap die ik ga laten doen. Change of plans. Bert kan helaas niet de verdeler komen afpersen en spoelen. Dus dat ga ik nu even zelf proberen. Ten eerste moeten deze aanvoer- en afvoer aansluitingen, die zie je hier zo, die moeten worden afgedicht. Nou, die afdichtingen, dat zijn afdichtdoppen, die zijn 1 duims. Dat is een beetje verwarrend, vind ik. Misschien neem ik het te letterlijk. Dat noemen ze dan een 1-inch aansluiting. Maar dat is dan 1 duims. Nou, duim is natuurlijk niet zo exact, maar de duimeenheid schijnt dus 33 mm te zijn. De buitendraad.
Tref je niet aan in de bouwmarkt, dus ik ben mee naar een vakhandel gegaan en die hadden er gelukkig twee. Die heb ik aangeschaft, twee en een stukje afdichtingstape. Die moet je dan even met de klok meedraaien om je afdichtdop heen. Want dan draai je hem juist vaster als je hem erin draait en niet er tegenin, dan komt hij los te zitten. En dan is hij niet waterdicht. Ga ik nu eerst doen. Eerst afdichten. En daarna met de waterslang, die ga ik dan aansluiten op de aanvoer. Er zit hier nu een afdichtertje op, hieronder. En daar kun je dan een vulnippel op zetten. Deze. Daar kun je je slang overheen sluiten. Of, even kijken, heb ik die ook nog. Dat zijn deze. Gewone huistuin en keuken Gardena klik elementen. Die kun je er ook op schroeven. Even checken of het rubberen dopje er wel in zit. En dan kun je je tuinslang op aanklikken. En middels de thermostatische verdelers, dus op de afvoer. Tenminste, ik denk dat het zo werkt. Draai ze één voor één open. Je zorgt heel goed voor dat er eentje open staat. Tenminste, zo ga ik het doen. Dus hier de waterdruk op. En dan één voor één openen. Zodat daar het water doorheen komt. En dan spoel je hem eigenlijk schoon. Groep voor groep. Dat is in ieder geval mijn tactiek. En zorgen dat alles helemaal vol met water zit. En ontlucht is. En dan de druk erop houden. En de waterdruk in Nederland is geloof ik gemiddeld 2,5 bar. Nou, dat zou je hier ook moeten kunnen zien op de drukmeter. Oh, dit is temperatuurmeter. Het is geen drukmeter. Nou ja, er komt 2,5 bar op te staan. En dan zou het dus na een tijdje staan, zou er ergens water uit moeten komen. Want dan heb je een lek en dat doe je natuurlijk niet. Dat is nu eventjes de tactiek. Dus ik ga me nu maar aansluiten. Dus even resume, je zet je waterslang op de toevoer, de andere op de afvoer, in het riool of een emmer. Een riool is beter als je hem wil doorspoelen. Je draait alle flowmeters dicht, dus de toevoer per groep dicht. En daarna de afvoer per kraantje ook nog eens dicht. En dan begin je met de eerste, waarbij je de afvoer even open draait. En daarna de toevoer, de flowmeter draai je open. En dan begint hij meteen te stromen. En dan maakt hij een leuk geluidje bij. Zo'n beetje zacht te zetten. Dat laat je flink lekker doorstromen tot er geen bellen meer voorbij komen. En als dat klaar is, dan sluit je eerst de afvoer af. Die zet je dicht. Dan zie je ook de flowmeter terug naar nul gaan. Er loopt niks meer erheen. Dan staat er dus nog druk op. En dan druk je ook dan draai je ook de toevoer dicht. Dus er staat nu zeg maar de waterdruk staat op de vloerverwarming op die groep. En dan ga je naar de volgende. Dus je draait weer de flowmeter open. Zo. En daarna de retour draai je open. Nog een tipje is dat je de retour
slang, dus die in die riool ligt, dat je die goed vast legt. Want er kan soms behoorlijk wat lucht en spanning erin komen, waardoor die slang eruit sproeit. En dan je halve badkamer onder spuit. Gelukkig is mijn water. Als je nu alle groepen gedaan hebt, zet dan even alles open, slang erop, en dan even door laten spoelen. Dan weet je zeker dat alles weer goed is. Hou hem daarna ook gewoon open met de druk erop. Alle afsluiters aan het eind zet je dicht, zodat de druk op het systeem blijft staan. En laat dat een paar uur staan en dan kun je kijken of er nergens geen lekken zijn. De vloerverdeler is nu helemaal doorgespoeld, helemaal gevuld met water, op druk gezet. Dus hiermee is die klaar. Ik heb nergens lekjes kunnen ontdekken. Gelukkig maar, anders moet je de groep opnieuw leggen. Laat dat water er allemaal lekker in zitten. Gaat er niet uithalen natuurlijk, want dat zorgt ook voor gewicht. Volgende stap is namelijk de betonvloer eroverheen. En die moet zeker niet gaan drijven, deze elementen. Daar maak ik ook een hele mooie video over. Ook het aansluiten van het warm water natuurlijk op de warmtepomp. Maak ook een videootje over. Dus dit was het tweede deel van de videoreeks vloerverwarming aanleggen. Neem zeker ook heel even een kijkje bij vloerverwarmingzelfleggen.nl en gebruik mijn code voor die gratis kniptang. Zie even het eerste filmpje daarvoor. Abonneer je even op mijn kanaal, want dan krijg je ook een notificatie als de vloer gestort wordt en het aanleg van de warmtepomp. Dus dat is altijd handig. En like de video, want dat helpt anderen deze video ook weer te vinden. Mocht je tips hebben, tips en tricks voor mij, hoe ik het anders had kunnen doen, beter. Maar ook voor anderen, laat het eventjes weten in de comments. Oké, dankjewel. Ciao.